Hallo, welkom bij het filter van bloemachtige vormen, roosjes, etc. Ik zal er een paar laten zien. Kijk. Een plat roosje. En hier zijn ze meer ruimtelijk. Goed, we beginnen met de ondergrond. Dit is zeer fragiele zijde, Oezbekistan zijde. Dat is de basis. Daar doen we wat merino wol op. En omdat ik dit wil toevoegen aan een ander kledingstuk of aan een sjaal, laat ik de randen open. Dus alleen het middenstuk dun vilten. Klein beetje erbij. Zo, maak het een beetje nat, maar heel weinig, want het is maar hele dunne, een dun laagje wol. Dan gaan we deze licht filteren. Omdraaien. Zo, de basis is hiermee klaar. De randjes zijn niet gevuld. Zo, deze leg ik heel eventjes weg. Zo, we gaan nu de bloemetjes filteren. Daarvoor heb je een reep zijde nodig. Dit is 90 cm bij 20. Je kunt ook grotere maken, je kunt ook kleinere maken. Kan ook van verschillende materialen. Dit is de gewone gaaszijde, Oezbekistan zijde. En die heb ik hier gebruikt. Even kijken. Zo. We nemen weer wat merino wol. En die merino wol, die moet echt super, super, super dun gelegd worden. Dus je pakt echt zo. Alleen de uiteindjes van de vezels en verder niks. Dan denk je, ja, dit is zo weinig, dit doet het toch niet? Ja, dit doet het wel. Want deze hele rand wordt gevild en die wordt opgerold. En als we dan hier overal veel vilt leggen, veel wol leggen, dan wordt het een beetje te dik. Dan is de soepelheid weg. En als je het op een kledingstuk wilt gebruiken, is het juist zo fijn om het soepel te hebben. Een randje eroverheen. Zo weinig. Je ziet het bijna niet. Zo weinig als dat je kunt. Echt alleen de topjes van de vezels pakken. Dat doe ik tussen mijn vingers en de muis van mijn duim.
Heel, 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 heel weinig. Soms denk ik, ik heb ook nog te veel. Ga ik nog minder doen? Heel weinig wol. Super, super. Het zijn maar een paar draadjes. Oké, leg ik er al even weg. Dan vouwen we de strook dubbel. Dus net over het dat laagje, een deel van het laagje wol heen. Zo. Nu pakken we weer de wol. En nu gaan we weer heel dun leggen. Super, 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 super dun. Oh. Aan de onderste rand. Niet op de gebogen of de gevouwen rand, maar op de onderste. Ik neig allemaal meer, nee, kwalen, minder, wol. Super, super weinig wol. Misschien zie je hem niet eens op de video. Dan is het goed. Tot alleen de onderste helft van de stof is nu bedekt. Zo. Oké. Vervolgens gaan we het oprollen. Maar dat moet heel losjes. En ik begin met een beetje kleine stukjes om te vouwen. Maar daarna ga ik iets grotere stukken omvouwen. Omdat straks het roosje ook groter wordt aan de buitenkant. Zo. Daar ligt hij. Nu pak ik mijn oude lapje er weer bij, wat ik net gemaakt heb. Zo. En nu pak ik de roos. Kijk. Die steeds groter wordt naar de buitenkant toe. Dan ga ik die hier aan de onderkant zo een beetje uit elkaar doen. Als een soort, soort ster. En dan leg ik hem hierop. En ik zorg dat alle randjes naar binnen zitten. Zo. Dan duw ik hem plat. Met wel een beetje regelmatig plat. Zo. Dan doe ik er wat water op met zeep. Dan ligt er zo een dotje op. Ga ik even kijken of die een beetje rond ligt. Of die niet helemaal naar één kant ligt. Ik geef er eigenlijk nu wel een beetje vorm aan. Zo. En dan ga ik hem een plat duwen en vilten. Pak ik even een handdoek erbij. De handdoek is een beetje vochtig. Dan rol ik het geheel op. Dan heb ik iets meer grip.
Let bij het filter altijd op je houding. Dat je de rug niet zo krom doet, maar één been voor, één been achter. Een rechte rug. Doe ik nog een keer in de breedte. Oh, sorry. Nog een keertje van de andere kant. Strak oprollen, in de handdoek, vochtige handdoek. Zo, nou is het een platte pannenkoek. Maar nu gaan we kijken of die goed los zit aan de kanten. Of we er een roosje van kunnen maken. Ja, nou, dit gaat helemaal goed komen. Goed, nou, dit eerst uitspoelen, laten drogen en modelleren. Zoals jij het graag wilt. Maak er iets moois van.